店員が登場したのは延岡市の飲食店北徳で、人手不足対策とお客さんに楽しんでもらう。お待たせしました。050番テーブルの料理をお持ちしました。ロボット店員が登場したのは延岡市の飲食店北徳で、人手不足対策とお客さんに楽しんでもらう。お待たせしました。050番テーブルの料理をお持ちしました。ロボット店員が登場したのは延岡市の飲食店北徳で、人手不足対策とお客さんに楽しんでもらう。お待たせしました。En dan is er Amy, de grote zus van Jamie. Zij serveert de bestellingen uit. Hi, here is your meal. Please take it away from the tray. Heel, ja, apart natuurlijk, omdat het heel vernieuwend is. Je hebt het nog nooit gezien. Dus het is wel een hele andere beleving, dus dat maakt het wel heel leuk. Je kunt online bestellen, dat is heel fijn. En ja, dan kom je tenminste niet bij andere mensen in de buurt. En dat willen we natuurlijk op dit moment wel zo houden. Wat vind je nou zo leuk aan die robot? Dat die praat. Als je 10 van deze robots in je zaak zet, dan heb je het personeel niet meer nodig. Ja, niets is minder waar. Onze zaak is groot, dus we hebben altijd veel personeel nodig die hard moeten werken. En ik denk dat dit een manier... Meet Amy, an unusual new staffer at a restaurant in the Netherlands. I will go back automatically in 20 seconds. Like, I don't know, in a movie? Like, I don't know, like Matrix? I don't know, it's weird. At your service, a robotic trio of waiters named Amy, Acker and James. They've been brought into the Dardewan restaurant in Maastricht to help decrease physical contact between human staff and customers. Each robot has a simple humanoid figure, including arms to hold serving trays. Staff can load drinks onto the trays, press a table number, and stand back as the robot rolls away. The service can be a bit stiff. Customers must pick up their own drinks, and there isn't much interaction involved. Thank you. Enjoy your meal. Thank you. I will go back now. I like it that we're able to go to restaurants now, though I think that getting food from a robot seems a bit strange, and I prefer humans. Restaurants in the Netherlands have reopened since June 1st. But they are only allowed to receive up to 30 people, with a minimum distance of 5 feet between tables. For now, Dardewan's robo-service is limited to food and drink delivery, but the owner hopes to quickly widen their repertoire. So, should human waiters be worried about losing their jobs? Not yet, according to Dardewan's representative, Paul Sejben. Nee, ons team is eigenlijk hartstikke blij met de robots. Ze hebben eigenlijk ieder een eigen secretaresse die helpt met de werkzaamheden. Waardoor ze ook echt meer met de gasten in contact kunnen komen. Het lopen van de bar naar de tafels en van de keuken naar de tafels, dat is nu niet meer nodig. En ja, dat biedt extra ruimte om de gasten meer onze Dardewan-beleving te geven. Robotic waiters were introduced in China several years ago and have since become a novelty at restaurants around the world. We'll be right back.